Mark Huscher namens Helmond Sport met de opening naar de linkerkant. Bruno Andrade, Braziliaan die al 10 goals gemaakt heeft, wordt hard opgevangen, de voordeelregel toegepast. Dan het handige paasje van Guia Velasco en daar is Andrade. En daar is de 1-0 voor de thuisploeg na 7 minuten voetballen. Snelle goal dus voor Helmond Sport. Dan blijft het heel lang 1-0. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Die is ook 7 minuten oud. Als het 2-0 wordt via de Belg Robbie Haamhouts. Helmond Sport gaat dan door. Het elftal van Jurgen Streppel. Bij Fortuna krijgen ze de bal niet goed weg. Aardige goal van Guus Joppe. 3-0. 72 minuten gespeeld. Wedstrijd gespeeld zou je zeggen. Maar dan drukt Fortuna toch een beetje door. Prima paas van invaller Carlisi. Uiteindelijk is het een mooie goal van Zarko Grabovac. En dan staat het 3-1. Dan zijn er nog 10 minuten te spelen. 3 minuten later een verre inworp van Ramon Voorn. De bal wordt ongelukkig verlengd door een van de Helmond Sportspelers. En het staat 3-2. Fabio Caracciolo, zijn 6e treffer van het seizoen. En dan hoopt het elftal van Wim Dusseldorp op eenzelfde stunt als tegen Sparta. Toen het ook met 3-1 achter stond en toen het nog terugkwam tot 3-2. Maar dat gebeurt nu niet, want het wordt 4-2. Weer Bruno Andrade, zijn 2e van de avond, zijn 12e in dit seizoen. En dan wordt het ook nog 5-2 via Ilja van Leerdam in zijn 350ste duel. Een ruime zege voor Helmond Sport.